Hey, Bart Falken hier maak iets maakietsmedia.nl. Welkom bij de DMP wie video CSP examen uitleg film BAM! <laughs> Kortom, in deze video laat ik je zien hoe jij jouw examenfilmpje kan maken in die video. Want voor jouw examen moet je een filmpje in elkaar flansen. Je hoeft niet zelf voor de camera te staan, je hoeft niet zelf beelden te maken. Ik. In ieder geval, wat jij krijgt zijn foto's en beelden. Die moet jij in een bepaalde volgorde hier in die video zetten. En met teksten bij en dergelijke. En in deze video laat ik je zien hoe je dat doet. Ja. Dit is onderdeel D van versie Road van 2021. En de allerlaatste is een mini-toets, maar de ene laatste. Is dus film monteren. De Schotse gasten krijgen tijdens hun bezoek een film over Nederland te zien. Hiervoor zijn verschillende foto's, film en geluidsfragmenten beschikbaar. En jij krijgt de opdracht hier een film van te maken. Voor deze opdracht heb je dus die media nodig. Dan werkwijze: bladibladibla. Bla, bla. Het gaat erom dat jij wie video moet gebruiken, goed moet opslaan en dergelijke bestanden importeren. En monteer de bestanden in deze volgorde: foto 1, 2, 3, 4, 5. Filmfragment 1. 6, 7, 8, 9, 10 en veel fragment 2. Ik ga verder met het monteren van de film volgens de eisen op de volgende pagina. Oké, okay. en dan exporteren en opslaan. Goed, dat zijn dus al die foto's, 10 foto's en 2 filmfragmenten. En moet in deze volgorde erin gezet worden. En dan, ja, bij het allerbelangrijkste zijn deze eisen. En het zijn er best wel veel, maar we gaan ze gewoon één voor één bij langs. De totale. Duur van de film is maximaal 50, minimaal 50 en maximaal 60 seconden. En elke foto is 3 seconden in beeld. Nou, ik zou het nu de rest allemaal kunnen gaan voorlezen, maar dat komt zo stap voor stap. Wel, eerst maar eens eventjes de boel erin zetten en zorgen dat elke foto 3 seconden in beeld is en de totale duur dus tussen die 50. En die 60 seconden eh, zit. Maar goed, hoe gooi je überhaupt iets in wie video? Oké, okay, dit zijn de bestanden die je nodig hebt. Die heb ik gewoon hier in verkennen staan. En met linksklik en sleep kan ik ze allemaal zo in één keer selecteren. En dan met linksklik en sleep gooi ik ze hier in de projectbin van wie En dan gaat hij ze even laden. En eh, hier zie je dus geluidsfragmentjes. Die hebben natuurlijk geen beeld. En hier wat beelden. Maar sommige beelden hebben ook geluid. Hoe dan ook. Komt helemaal goed. Nou, wat, moet ik, wat is de volgorde ook alweer? Eerst maar eens eventjes foto 1, 2, 3, 4 en 5 erin gooien. En weet je nog, elke foto is 3 seconden in beeld. Dus foto nummer 1 vind ik hier en dat is hier zo. En die zet ik dan hier op de videolaag. En uh, let op, even kijken. Hier zo. Op de videolaag. Kijk daar, zo. Dat bedoel ik. Je hebt hier videolaag 1. Tekstlaag 1 en audio laag 1. Hier heb je dus je tijdlijn, en dan kan je hier dus door je tijdlijn, hier maak je je film. Nou, als ik op een filmpje klik trouwens, dan uh, kun je het hier dus uh, bekijken. En als het een filmfragment is, dan zal het natuurlijk ook uh, gaan afspelen. En hier. Oké. Okay. Nou, en als ik hier klik, dan speel ik dus mijn uh, film af. En als er geen clip is, dan is het natuurlijk zwart. Nou, dat spreekt wel behoorlijk voor zich. Wat je hier ook kan doen, eventjes tussendoor, is een track toevoegen. Je kan hier ook een videolaag toevoegen of een audiolaag toevoegen. Als je daar meer van nodig hebt, omdat je meer beeld en geluid door elkaar heen moet mixen. Ctrl-Z betekent altijd ongedaan maken. Dus Ctrl-Z is altijd ongedaan maken. En um, rechter muisknop kun je ook allemaal dingen doen. Anyways, ik loop de zaken vooruit. Eerst maar eens eventjes deze foto drie seconden in beeld. Hier zo aan deze kant van het beeld heb je een... Um, een slider, daarmee je kan je in- en uitzoomen. Nou, drie seconden in beeld is ongeveer hier. En je kan je inkorten door hier gewoon links klikken en sleepen. En dan komt er bij je muis al in witte letters te staan hoe lang de totale clip duurt. En dit is dus drie seconden. En ja, spatiebalken straks afspelen of gewoon hierop drukken. En dan zie je dat deze eerste foto drie seconden in beeld is. En foto 2, 3, 4 en 5 moeten ook drie seconden in beeld. Dus die sleep ik er dan in. Ik zoom een klein beetje uit. Dan pak ik hier de zijkant. En dan zet ik hier deze ook weer op 3 seconden. Um, Even over dat, die getallen die je hier ziet. Hè. Kijk, hier zie je getallen. En dus ook als je hier dus, uh, de clip korter maakt. Maar hier zie je de getallen. Nou, deze eerste is voor minuten. De tweede is voor seconden. En de derde is voor frames. Oké, okay? en dit is zeg maar hoe lang de totale film is. En dit is hoe lang het geselecteerde clip is. Nou, frames wil eigenlijk zeggen plaatjes per seconde. Nee, want elke seconde beeld zitten 25 plaatjes. Dus na 25, dan zie je dat hij hier pop door naar de volgende seconde gaat. Maar goed, even wat shizzel uh, tussendoor. Ik wil foto 3 er ook weer in met 3 seconden. Nou, dan kan ik weer dus uh, de kleiner maken. Maar ik heb ook een handig trucje. Als ik hem hier neerzet, dan doe ik hier links klik en sleep. En dan plop, dan sleep ik hem hier naartoe. Ik weet dat deze dus uh, is 3 seconden. En dan gebruik ik deze als een soort van meetlat om de andere ook drie seconden te maken. En dan zet ik hem weer terug. Hetzelfde met foto nummer vier. Maak ik op deze manier. keer heel snel drie seconden. En hier foto nummer vijf. Die zet ik hier neer. En maak ik dan ook heel erg snel drie seconden. Dus heb ik foto één, twee, drie, vier en vijf heel snel met drie seconden in de tijdlijn gezet. Oh, die moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Um, wat hebben we nog meer? De A. Ah, filmfragment één. En dan foto 6, 7, 8, 9 en 10. Weet je wat? Ik ga eerst eventjes 6, 7, 8, 9 en 10 erin zetten. En dat kan ook een heel handig trucje. Namelijk eventjes 6, 7, 8, eh, 9 en 10. Al die foto's heb ik nu dus... Allemaal geselecteerd en ik hield Shift in. Met Shift-klik kan je dus meerdere foto's in één keer selecteren. En die klik en sleep ik dan zo uh, hierin. En dan krijg ik een klein schermpje. En dan zegt hij van, oh leuk, je wil meerdere foto's tegelijk doen. Helemaal prima. Hoe lang uh, moet die duren? Nou, dan kun je intypen 3. En hier staat Apply Animation. To all foto's. Ik zeg nee, ik wil geen animatie toevoegen aan die foto's. Maar wel dat je elke foto als drie seconden erin gooit. En doe je Don. Hoppakee. En dan is elke foto in één keer als drie seconden erin gegooid. Nou, hier tussenin moest filmfragment nummer één. En filmfragment nummer één is deze. De Zaanse schans. En als ik die erin zet, zo. Eens even kijken. Die moest er tussenin. Ik maak even deze kleiner. Kan ik dit wat beter zien? Dus, deze, dit filmfragment moest ertussen. Nou, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe lang die moet duren. Maar ik doe maar eventjes een beetje zo. En hier dus uh, deze foto's. Ja. En dan even kijken naar de opdracht. En hier, filmfragment 2. Die moet erachter. Uh, en dat is deze. Die moet uh, daar weer achter. Oké. Okay. Nou, als ik dit nou allemaal achter elkaar zet. Moeten we eerst even checken. Hoe lang die hele film gaat duren. Want, dat staat in de opdracht. Die film. Wacht maar, de totale duur van de film is minimaal 50 en maximaal 60 seconden. En op dit moment is die uh, 50 seconden. Zij moeten ze 50 en 60 is ongeveer hier moet die zitten. Nou, doen we dit filmfragment ongeveer hier. De foto's kan ik de lengte niet meer van aanpassen. Die moeten 3 seconden in beeld. Dat betekent dus dat ik dit filmfragment even wat langer moet maken. En zo klopt hij. Dus deze foto is allemaal drie seconden. Deze heb ik net lang genoeg gemaakt. Deze foto's drie seconden. Deze iets langer gemaakt, waardoor de hele film nu dus hier zo zie je dat 53 seconden duurt. En dat is precies tussen de 50 en de 60 seconden van wat uh, mag. Oké, okay. nou we hebben we best wel wat gedaan. Je denkt we moeten nog heel veel. Hou vol. Op de eerste foto verschijnt de titel Welcome to the. Deze tekst moet boven Nederlands staan. Oké, okay, doe ik even ctrl-c. Ga ik even stiekem kopiëren, of ik het straks niet meer te typen. En op de eerste verschoten verschijnt de titel Welcome to the. Nou, even kijken. Oh ja, hier staat uh, Nederlands, dus dan moet ik Welcome to the. Hier heb je je tabblad tekst. En hier vind je een heleboel soorten tekst die allemaal bewegen en effecten en weet ik het wat. Maar ik zou het zeker voor je examen, als het niet hoeft, een beetje simpel houden. Deze tekst zet ik op tekstlaag nummer 1. Dus ik heb eerst de video en dan de tekstlaag. Als ik die de zou zetten, dan zou ik de tekst niet zien. Nu zie ik de tekst ook niet heel goed omdat die nogal uh, wit is. Maar daar kunnen we veranderingen aan brengen door dubbelklik. Dubbelklik op de tekst. En dan kun je hier dus typen wat je maar wil. En hier heb ik dus Welcome to the. Maak deze eventjes wat breder. Het is gewoon een tekstvak wat je wel kent. En we kunnen hier dus ook een kleurtje kiezen. Een kleurtje wat een beetje beter te lezen is. En hier nog lettertypes en de grootte aanpassen en de positie. Al dat soort of dingetjes. Ben je klaar? Dan klik je op dom. En dan staat hier dus de tekst Welkom to the op de goede plek. Wat moeten we nog meer doen? Versnel filmfragment nummer 1 zodat hij maar 10 seconden met een marge van een half seconde duurt. Dus we moeten filmfragment 1 sneller maken zodat hij dus 10 seconden duurt. Op dit moment duurt hij ja, ook uh, 10 seconden. Maar wat we kunnen doen is, deze schuif ik gewoon allemaal even een beetje opzij. Maak ik veel fragment 1 gewoon even wat, uh, wat langer. En dan ga ik dubbelklik. En als ik dubbelklik, dan krijg ik hier allemaal tabbladen. Met de eigenschappen, de instellingen van deze clip. Bijvoorbeeld de grootte, scale stel positie. Je kan hem uh, flippen of niet. Uh, dat soort dingetjes. Je kan een beetje kroppen of iets met de audio doen. Waar wij naar je op zoek zijn, is nu is speed. Dan zeg ik even de hele range van deze clip. Dus van begin tot eind ga ik even uh, sneller maken. En dan kan ik even kijken. Er staat hier zo. Vind je dan een nieuw clip length. Dus ik heb de hele range van begin tot eind. Dus die hele clip. Los van wat ik in mijn tijdlijn had staan. Maar ik heb hem gewoon helemaal. De hele range dus een tikje sneller gemaakt. En de nieuwe clip length is nu dus ook 10 seconden. En dan klik ik op done. Dus even kijken. Klopt dat hier ook? Uh, ja, nou ja, ik maak hem hier weer eventjes uh, 10. Eens even kijken, is hij dan nog steeds sneller? Ja, hij is ook nog steeds sneller. En dan pak ik deze eventjes weer op. En dan zit ik ook nog steeds, maar hey, weet je nog, hij moet tussen de 50 en de 60 seconden lang worden, deze film. Zit ik ook nog steeds binnen de iets over de 50, 51 seconden. Dus dat is nog steeds goed. Oké, okay, de clip dus langer gemaakt. Ik bedoel, uh, sneller, zodat hij precies 10 seconden lang is. Ha, lekker bezig. Volgende, onderin beeld staat bij filmfragment 1 de tekst, de Zaanse schans. Here you can find authentic meals and houses from the 17th and 18th century. Een hele Engelse mond vol. Ik doe gewoon eventjes ctrl-c. Ha, ik kan het gewoon digitaal doen, dus waarom niet? Dan ga ik eventjes terug naar wie video. Daar staat dus uh, tekst. Nou, deze tekst trouwens. Oeh, dan ga ik mijn ctrl-c-v krijgen. niet uit. Uh, deze clip zeg maar, die heb ik eerder gemaakt. Ik kan ik ctrl-c doen. Zet ik hier mijn uh, indicator neer. Dan doe ik hier ctrl-v. En dan heb ik hier dus dit eh, tekst dus gekopieerd en geplakt. En hoef ik niet weer eh, helemaal een nieuwe te maken. Maar die tekst moet ik nog wel eventjes fixen. Dus hier heb ik deze tekst. Ctrl-C. En een dubbelklik op de tekstlaag. En dan hier Ctrl-V. En even kijken. Het is wel heel erg uh, groot. Misschien uh, 80 punten of zo. En dan hieronder zet ik die tekst. En dan uh, kan ik er nog... Uh, Misschien een ander lettertype van maken. Misschien een beetje breder. Eens even kijken. Zijn er nog andere eisen aan? Aan hoe groot het moet zijn of kleur? Nee, dat maakt allemaal niet uit. Dus dan doen we het gewoon zo. Don! Hoppakee, de tekst staat erin. Wat moeten we hier doen? Onderin het beeld staat bij filmfragment 2. Oh, deze tekst moet bij filmfragment nummer 2. Doe ik eventjes deze tekst selecteren. Ctrl C of de tekstclip selecteren. Doe ik hier Ctrl V. En dan maak ik hem eventjes net zo lang. Als die film eronder. ga ik eventjes naar wat moet daarin. Nieltje Jans is een artificial bladibladibladibla. Bla, 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 bla. Nou, deze tekst moet daar dus in. Ctrl-C, kopieer en plak hem eventjes. Dubbelklik om naar de tekst te gaan. En dan ook hier, plak ik die tekst erin. En ik plak hem, maar jij typt hem of zoiets. En uh, hier misschien nog een punt achter. En past het allemaal in het tekstvak. Het is wel heel, uh, heel erg groot. Dus misschien kan ik daar uh, 50 van maken. Maak daar iets... Iets kleiner van, zeg ik uh, don. Hoppakee, deze tekst staat erin. Laat filmfragment nummer 2 uitveden. Is de volgende actie? Aha, heel goed moment om het eventjes over deze te hebben. Audio en opacity. Oké, okay? we hebben hier deze. Ik heb deze clip geselecteerd en klik ik klik hier op Audio en opacity. En dan staat hier dan Show Opacity Level. En dan komt er opeens overal van die groene balkjes tevoorschijn. En dat zijn de balkjes van de doorzichtigheid. Kijk maar. Ik kan op het balkje klikken en dan krijg ik hier een. Uh, zet ik daar een puntje neer. En dan sleep ik het andere puntje zo naar beneden. En dan krijg ik hier dus een. Uh, Gaat hij uitfaden. Gebruik tussen alle foto's en frilgumenten een overgangseffect. Gebruik steeds hetzelfde effect. Dus je mag zelf kiezen, maar je moet wel steeds hetzelfde effect kiezen. Hier: Transitions. Crossfade is de standaard effect, maar je hebt ook Cross Blur. En als je erop klikt, dan kun je een beetje zien wat het allemaal is. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit uh, wat je gebruikt. Um, als het maar overal hetzelfde is. Misschien vind ik Burn wel mooi of zo. Hoe doe je dat eigenlijk heel makkelijk? Je sleept gewoon elke keer deze er zo tussenin en het snapt automatisch naar het midden. Dus overal een overgangseffect tussen alle filmfragmenten of de twee filmfragmenten en de foto's. Ik bedoel, ja, best makkelijk toch? Dit kun jij. Ik geloof in je. Onder de filmfragmenten moeten de ingesproken geluidsfragmenten uit de mama worden gemonteerd. Oh, er zijn dus geluidsfragmenten. En die moeten onder de filmfragmenten worden gemonteerd. We hebben dus hier twee filmfragmenten. En die moeten eronder worden gemonteerd. Die was een beetje opgeschoven. Ik weet niet waarom. Zo, die staat weer goed. Um, even kijken. We hebben hier de geluidsfragmenten. Geluidsfragment 1 en 2. Oké, okay, maar welke moeten er dan onder? Oh, dit volgende gaat over muziek. Muziek, muziek, aftiteling, oké. Okay. Dus het zijn hier geluidsfragment 1. luisteren. De Zaanse Schans is een van de populairste toeristische attracties in Nederland. Hier staan ah, kijk, die gaat over de Zaanse Schans, Schans en dat is, dus, uh, dat is dus deze. Dus deze zetten we dan op hier, geluidsfragment 1, zetten we er dan zo onder. De Zaanse Schans is een van de populairste toeristische attracties in Nederland. Hier staan authentieke modus en huizen uit... Die is ook een beetje te lang geworden. Dus die tekst moet ik even weer fixen. Zo. Hoppakee. Nou, toppie. En. En die andere nog. Hier. Geluidsfragment nummer 2 zet ik uh, hieronder. Even kijken. En. Deze moet een beetje korter misschien. Een klein beetje. dan past het een beetje, beetje eronder. Nou. Ja. Oké. Okay, wat moeten we nog meer doen? Onder de foto's en aftiteling moet muziek zijn gemonteerd. Gebruik je voor een muziekbestand uit de map. Deze muziek moet stoppen, uitveden wanneer een filmfragment met het geluidsfragment begint. De muziek moet dan weer beginnen, inveden wanneer het filmfragment met het geluidsfragment eindigt. Oké, okay. dus ik moet een muziekbestand vinden en die moet in- en uitveden op het moment dat je dus, uh, dit gepraat hoort. Nou, een muziekfragment dat betekent dat je zelf mag uh, kiezen. Fields for Holland Ericsson Hammer, dat zou we eens doen. Ah, ik ga geen eens luisteren. Ik vind het allemaal prima. Kijk, deze wil ik dan uh, graag, te, graag te onder hebben. En daarvoor moet ik dus, wat ik in het begin van de video ook liet zien, track. Dan doe ik hier audio. En dan krijg ik hier een nieuwe audiolaag. En dan zet ik de muziek op de nieuwe audiolaag. En hier krijg je dus dat ze door elkaar heen gaan. En dan heb ik hier audio en uh, opacity. Hier zo. En dan moet je hier dus. Uh, Klikken op Show Audio level. En dan kun je hier dus uh, de puntjes zetten. En deze dus op die manier naar beneden slepen. En dan krijg je dus. Ja, en dan kan ik er nog een klein beetje zo doen, stiekem. Ja, zo. Is en dan een beetje deze weer in laten veden. Ja. En zo fix je dat. En hier ook twee puntjes zetten. En daar twee puntjes. En dan kan ik dus de audio volume. Het volume van de audio aanpassen en op die manier. Snap je toch? Snap je toch? Oké, okay. dat was de muziek. Um, de film heeft een aftiteling met erop jouw naam, het jaartal, naam en maken van het filmfragment 1, filmfragment 2 en het gebruikte muziekbestand. Oké, okay. een aftiteling met jouw naam, het jaartal, de naam en maken van... Oké, okay. nou hoe maak je überhaupt de aftiteling? En aftiteling dat is ook al een rol genoemd. Dat betekent dat de tekst van boven naar beneden door je beeld heen gaat. En die kunnen we hier eens eventjes maken. We uh, hebben nog ruim genoeg tijd <laughs> om binnen die 60 seconden te blijven. Dus ik pak hier eventjes tekst. Ga ik hier naar sample en dan gooi ik die uh, hier zo onder. En dan is het niet, kijk, hier, hier 60 seconden, oftewel 1 minuut. Zo lang moet die niet duren. Dan pak ik uh, deze. Nou, wat moet er eigenlijk allemaal in te staan? Even kijken, uh, mijn naam. Nou, doe eerst maar eventjes mijn naam. Ik doe het eventjes zo, ik denk dat dat de bedoeling is. <laughs> ik weet het niet zeker, maar ik doe het gewoon. Oké, wat, wat moet er nog meer in? Het jaartal: 2024. Wat moet er nog meer in? Naam en maken van veelfragment 1 en fragment 2. En het gemaakte muziekbestand. Nou, die, zie je, die namen zie je in die video niet zo heel erg goed. Dus ik ga even terug naar uh, Verkenner. En dan zet ik hier eventjes op uh, lijstweergave. En dan zie ik dus hoe die uh, namen heten. Het is filmfragment 1, Zaandam, Zaanse schans Wat een lange tekst. <laughs> ik druk eventjes op uh, deze. Wat ik dan kan doen, is uh, naam wijzigen. En dan kan ik hier, heb ik dat zo deze? Doe ik even Ctrl C, dus gewoon van kopiëren. En dan doe ik eventjes zo. En dan doe ik hier deze, Ctrl V. Dat is dus de eerste. En dan ga ik weer terug naar die uh, verkenner. En dat was hier. Doe ik even deze rechtermuisknop een naam wijzigen. Ik ga die naam niet wijzigen, maar doe ik hier Ctrl C. Dan heb ik hem eventjes gekopieerd. En dan hier Enter. En dan Ctrl V. En dan staan ze erin. En dan nog uh, die muziekbestand moest volgens mij ook. Uh, even kijken. Ja, die muziek. En welke hadden we ook weer gekozen? Doe ik even Don. Wat had ik ook weer gekozen? Uh, Feels voor Reels, dat was het. Ik pak even weer Kenner. Feels voor Reels door Ellen Cariesa. Rechte muisknop Een naam wijzigen. Ctrl C kopiëren. Ga ik weer naar mijn aftiteling. Dubbelklik. En enter. En dan Ctrl V. En dan uh, kan ik hier nog even muziek voor typen. Dubbele. Punt en dan achter filmfragment dubbele punt en achter filmfragment nummer 2 dubbele punt. een wow, heleboel. Uh, dit is veel te groot. misschien even wat kleiner maken. wat ik dan ga doen is uh, achter elke regel maak eventjes een enter, want dan gaan we er eventjes een echte uh, rol van maken. misschien nog wel eentje eventjes entertje zetten, zodat je wat meer een rol krijgt. misschien ietsje groter in de zin van 60 en wat breder, zodat je op één regel staat en zo. Oké, okay. dan nu. Hoe krijg je het van boven naar beneden over je beeld heen? Ga je naar animatie. En dan sleep ik deze hier uh, boven. Want hier vind je de startpositie. Dus ik heb net mijn titel helemaal hierboven ingesleept. En dat is dus mijn startpositie. En nu ga ik mijn endpositie dus hieronder zetten. Dan doe ik hier DON. En dan krijg je dus een. Een aftiteling. Met alles wat erin hoort te staan. Even kijken. Uh, mm -hmm. Alle teksten zijn groot genoeg en lang genoeg in beeld, zodat ze goed leesbaar zijn. Oké, okay. maar nog even over die muziek, hè? Deze muziek moet stoppen uitveden wanneer je een filmfragment met de geluidspracht begint gedaan. De muziek moet weer beginnen. In, uh, uh, uh. Maar er staat niet over hoe lang die hele muziek moet duren, en of die muziek ook moet uitveden. Misschien lees ik overheen, maar ik zie het niet staan. Maar ik, dit is natuurlijk veel te lang. Dus wat je kan doen hier is ook op Split klikken. En als ik op Split klik, dan kan ik hier met Delete uh, de rest eventjes weghalen. En doe ik eventjes uh, deze. Ja, moet die uitveden? Oké, het echt niet. Nou ja, als het wel zo is, dan doe je het. En als het niet zo is, dan doe je het niet. Maar het hoort eigenlijk wel. Muziek die uitveedt in de film. Goed, dan hebben we dus nu voldaan aan alle eisen. De film is binnen de 60 seconden gebleven, inclusief aftiteling, de twee filmfragmenten. En uh, heb dan alle eisen voldaan. Dan is het tijd om de boel in te leveren. Hoe doe je dat? Je klikt op export. En dan kun je hier dus uh, je naam uh, typen. Bart Valkenier. Bart. Ik heb wel een beetje een Bart. Nou, ah, grappig. Export. En dan gaat hij uh, hem dus renderen. Je zou bij van je computer uit kunnen zetten, maar wacht gewoon eventjes. Haal die examinator erbij. Hij is klaar, dus dan kun je op download klikken. En dan zal hij dus je uh, kunnen openen. En dan uh, kun je hem ergens downloaden. En het liefst natuurlijk op de USB stick die je krijgt van je examen. Of als dit examen training is, sla hem op en lever hem in via Teams. Je kan op done klikken. Je snapt het allemaal. Jij komt er wel uit. Je bent klaar met dit onderdeel. Oefen nog een paar keer. Zorg ervoor dat je het in de vingers krijgt. Zodat jij alles goed doet op onderdeel D. Film maken van je CSPE-praktisch examen. Maak iets!